Is een nieuw fenomeen in Amerika dat langzaam komt overwaaien naar Europa. De babymoon. Kennen Nederlandse vrouwen deze trend eigenlijk al, de babymoon? Ja, dat is toch als je nog zwanger bent en dan op vakantie gaat voor de allerlaatste keer zonder kinderen. Ik weet niet wat het is. Een luxe vakantie, een goede vakantie en nog genieten voordat de baby komt. De Belgische Ardennen zijn een heerlijke vakantieplek voor aanstaande moeders die niet meer met hun gezin of man in het vliegtuig willen stappen, maar nog wel even weg willen. Sanne en Aukje belanden vorige week al in Durbuy op zoek naar de juiste vakantievilla voor hun zwangerschapsvakantie. Vandaag kijken ze rond in Grede. Ze zijn er met hun bolle buikjes heerlijk aan het rondstruinen. Dit is wel leuk voor de kinderen om mee te nemen. Ja, zet maar in je woonkamer neer. Heb jij geld mee? Oh, ja. In de auto? Nee, dat durf ik niet. Je moet het betalen eerst. Vorige week heb je kunnen zien dat Aukje en ik op zoek gingen naar de geschikte babymoon-locatie. Nou, voor mij hebben we toen iets gevonden. En nu gaan we kijken bij Ardennen Tap of we voor jou in je gezin iets kunnen vinden. Ja, want de Belgische Ardennen is natuurlijk de ideale plek, zeker voor de kinderen die ik al heb, om lekker te ravotten. En ik denk dat het tijd wordt dat papa mama is heerlijk in de watten gaat leggen. Nou, groot gelijk heb je. Ik heb iets gevonden op de site. Een 6-persoon chalet midden in Greet, in de natuur, met een mega grote tuin voor je kinderen. Dat klinkt te mooi om waar te zijn. Nee, maar het is waar. Ik ben benieuwd. Ja. Gewoon lekker warm. Ja. Oh, kijk nou, gezellig. Lijm. Oh, wat gaaf, zo'n kachel binnen. Leuk. Moet je kijken buiten. Ik kan hier dus gewoon rustig op de bank ploffen, terwijl ik de kinderen in de gaten hou. Ik kan daar kijken, daar het allemaal ramen. Hier loopt dus ook gewoon een klein beekje, hè? Oh ja, een beetje dammetjes bouwen en zo. Ja, dit is wel leuk. Laten we boven even kijken. Die tuin loopt helemaal rondom het huis, hè? Ja, prachtig. Dit een boekenkast. Gigantisch. Hou je een beetje van lezen? Ja, jij ook? Genoeg boeken. Oh, ik heb mijn benen verzuren. Dat is toch niet zo aan. Ja, Aukje, hoort er allemaal bij dat zwanger zijn. Maar laat je inderdaad maar pamperen door je man in dit mooie chalet met zijn gezellige leefruimtes. Ideaal ook voor je twee kids. Dat is ook het mooie van huisverhuurder Ardennen Etap. Die hebben met 1600 woningen in beheer altijd een ideale vakantiewoning voor een geslaagde babymoon. Ongeacht je gezinssamenstelling. Naar u, mevrouw. Ja, dan dicht doen is zwaarder dan wat dan. Oh, yes, shit. Ik vind dat echt leuk, hoor, dat je gewoon zo'n tuin rondom hebt. Ja, super. Het lijkt wel als je de boelbaan dit. Oh. Waar is dat beekje? Ja, hier. Oh, hier. Even kijken. Hij strandt ook best wel snel. Ja, het gaat heel snel. Je kan erop kanoën. Oh, wauw. Dit is toch leuk? Ik zou eigenlijk willen voelen of het koud is, maar dat bukken gaat niet zo makkelijk. Geef ik je dan een zeetje. Nou, dit is wel echt iets voor ons gezin, hoor. Ja? Ja, dat binnen is natuurlijk helemaal fijn ingericht. Mooie open haard erbij, maar vooral hier buiten. Ze kunnen spelen, kunnen ravotten. Het is echt prachtig. Ik kan zelf nog een beetje schommelen. Ja. Goed om te horen. Volgende week zie jij dat wij te gast zijn bij een Nederlands gezin dat elk jaar in de Ardennen verblijft. In een mooi vakantiehuis van Ardennen Etap. En ze hebben ons uitgenodigd. En als je wordt uitgenodigd, dan neem je natuurlijk gebak mee. Oh, nemen wij dat mee? Ja. Oh, ik wil zin in. We hebben goed excuus. Ja, beter met twee. Wanneer?